in de maand mei vindt er iets bijzonders plaats. Dan staan de planeten, de aarde en de maan vlak bij elkaar. Dit gebeurt op 5 mei. Op 17 mei staan de planeten ook heel dicht bij de aarde, maar dan staat de maan daar weer niet, die hoort daar weer niet bij. U kunt nu kijken naar een reportage over de planeet samenstanden in de maand mei. Heeft de mensheid zich altijd bezig gehouden met dit einde van de wereld? Nou, misschien niet elke cultuur. Er waren vroeger ook veel culturen die dachten dat het voortdurend maar door zou gaan. Dat de wereld misschien wel aan een eind zou komen, maar dat elk eind een nieuw begin was. Een nieuwe cyclus die dan duizenden, tienduizenden jaren zou duren. En eigenlijk is voor zover ik weet de Joods-christelijke traditie de eerste cultuur, de eerste religie die met een heel daadwerkelijk begin heeft te maken, de schepping, en ook met een heel afgebakend einde. En ja, vanaf dat moment zijn heel veel mensen altijd bezig geweest met die vraag, hoe is het dan begonnen en hoe komt het tot een eind? Lang voor onze jaartelling zijn de standen van de planeten al de aanleiding geweest tot beginpunten, tot kalenders. Kunt u daar iets meer over vertellen? Nou, een heel bekend voorbeeld is de Chinese cultuur, waar eigenlijk elke nieuwe dynastie van een nieuwe heerser, een nieuwe keizer, die startte met een hele bijzondere planeetsamenstand. Hoe meer planeten er dicht bij elkaar aan de hemel leken te staan, hoe belangrijker dat nulpunt. En dat kun je dus op dit moment terugrekenen. Van al die dynastieën is bekend wanneer ze ongeveer begonnen zijn. En die nieuwe beginnen vallen allemaal samen met bijzondere planeetsamenstanden. En de oudst bekende Chinese kalender, die dateert, het nulpunt ervan, dateert uit het jaar 1953 voor Christus, bijna 4000 jaar geleden. En dat was ook een moment waarop de maan en 5 planeten heel dicht bij elkaar aan de sterrenhemel stonden. Na onze christelijke jaartelling was begonnen, vertelde u in uw lezing, hebben ook de Maya's de planeetstanden als aanleiding, als uitgangspunt genomen? Ja, de Maya was een cultuur in Midden-Amerika. Die hadden een enorme kennis van de loop van de hemellichamen. Ze hadden geen flauw benul wat planeten waren en hoe dat allemaal zat. Maar ze zagen daar wel de regelmaat in. En met name Venus, de helderste planeet die zichtbaar is, die vertoont een hele ingewikkelde baan. Maar eens in de 500 zoveel jaar, ik weet niet eens precies, staat die planeet weer exact op dezelfde positie als 500 zoveel jaar daarvoor. En die cyclus was bij de Maya bekend. En voor hen was dat een soort vervolmaking van hun kalendercyclus. En begon er ook weer een nieuw begin. Dus ook in de tijd van de Maya-cultuur zelf is er meerdere malen dat moment geweest. Van alles begint weer van voren af aan. En ja, dat gaat de komende eeuwen nog wel door. Nu wordt er op 5 mei en op 7 mei weer een samenstand van planeten, een conjunctie noemt u dat geloof ik, verwacht. En Richard Noon heeft daar een nogal pessimistisch boek over geschreven. Ja, Richard Noon is een Amerikaanse auteur. Ik heb een exemplaar van het boek hier bij me. Dat heet 5-5-2000, de datum van vrijdag 5 mei. En de ondertitel is Ice, the Ultimate Disaster. Dus ijs is de ultieme ramp eigenlijk. En zijn voorspelling is dat als die planeten en de zon en de maan op 5 mei dicht bij elkaar in de hemel staan, dat ze dan zoveel zwaartekrachtsinvloed op de aarde uitoefenen, dat onze hele planeet gaat kantelen, dat Antarctica op de evenaar komt te liggen, al het ijs gaat smelten en de halve wereld onderloopt. Nou, ik denk dat dat een hele pessimistische en volslagen onbenullige voorspelling is, want dit soort samenstanden, zoals we op 5 mei hebben, die komen met de regelmaat van de klok voor. We hadden er eentje in 1962, toen is er ook niks gebeurd. En je kunt ook heel makkelijk uitrekenen dat de planeten daar helemaal niet toe in staat zijn. Dus volgens u is dit regelmatig in de geschiedenis gebeurd, dat er paniek ontstaan is naar aanleiding van een samenstand van de planeten, maar dat het eigenlijk onzin is, omdat die planeten zitten gewoon in hun vaste baan. En er moet wel iets
heel anders gebeuren, willen die daaruit komen? Ja, kijk, het punt is natuurlijk, zo'n samenstand is een schijnbare samenstand. Wij zien het vanaf de aarde, hoe twee planeten dicht bij elkaar in de hemel lijken te staan. Maar die ene staat veel dichterbij dan die ander. En als je op een ander punt in het heelal zou zitten, is er niks bijzonders te zien. Dus die samenstanden, die hebben maar een heel plaatselijk karakter. Die zie je alleen zo vanaf onze toevallige plek in het heelal. Dus wat dat betreft is de situatie in het zonnestelsel niet veel anders als op totaal andere dagen, wanneer die planeten wat andere posities hebben. En heb je niet te maken met extra grote krachten. Is het net zo'n soort iets wat ontstaan is van de zomer met de eclips, dat er opeens alle mogelijke voorspellingen werden gedaan? Ik denk het wel. Heel veel mensen die zien, ja, kijk, de sterrenhemel in het heelal, dat is voor iedereen om naar te kijken. Dus we zijn er allemaal in zekere zin mee vertrouwd. We kennen allemaal het beeld van zon, maan en sterren. Maar heel veel mensen weten er niet veel van. Dus het is aan één kant vertrouwd, het heeft ook iets mysterieus. Voor sommigen zelfs iets bedreigends. En het is vaak zo dat, ja, dat zie je bij allerlei facetten in de wereld om ons heen. Als je iets niet helemaal begrijpt, wil je toch op de een of andere manier beheersen. Je wil het je eigen maken. En ik denk dat uit die combinatie van vertrouwdheid en onbekendheid, dat daar dit soort bijgeloof uit voortkomt. Vorig jaar hadden we het met de zonsverduistering. Toen is er voorspeld dat het ruimtestation Mir op Parijs zou neerstorten. Volslagen onzinnige voorspelling, maar je staat er versteld van hoeveel mensen het serieus nemen. Nou, dan hadden we nog in december die Mariska uit de Betuwe, die voorspelde dat heel Nederland onder zou lopen. Elke keer wordt de ondergang voorspeld. Nooit gebeurt het. En iedereen blijft het maar geloven. U zei net aan het einde vanavond van uw lezing, in feite maken we ons zorgen om iets waar we ons helemaal geen zorgen over hoeven te maken. Maar er gebeuren natuurlijk wel andere dingen in het heelal. Ja, het heelal is oneindig groot, heb ik, voor zover ik het kan bevatten, waar we wel ons wel zorgen over kunnen maken. En waar doelt u dan op? Nou, een heel bekend gevaar uit de kosmos, en dan wil ik de kijkers geen slechte nachtrust bezorgen, maar een bekend gevaar is de dreiging die uitgaat van kometen en planetoïden. Planetoïden zijn rotsblokken in de ruimte. Kometen bestaan voor een groot deel uit ijs. En die projectielen die bewegen kriskras door het zonnestelsel. Ze komen soms uit het niets aanzetten. Je kunt ze niet altijd lang van tevoren ontdekken. En er is natuurlijk een kans dat ze met de aarde in botsing komen. Die kans is heel erg klein. De kans dat wij dat in ons mensenleven meemaken is echt minimaal. Maar het kan gebeuren. Het is in het verleden gebeurd. 65 miljoen jaar geleden werd de aarde getroffen door een hele grote komeet. Die veroorzaakte zoveel verwoesting op onze planeet dat bijna al het leven uitstierf. 90% van alle levende diersoorten heeft het loodje gelegd, waaronder de dinosauriërs. En als zoiets morgen of volgend jaar of over 100 jaar weer een keer gebeurt, dan is er natuurlijk de ergst denkbare natuurramp. Daar kunnen wij als mens helemaal niks tegen beginnen. En het rare wat mij verbaast is dat niemand zich daar zorg over lijkt te maken. Een reëel gevaar, weliswaar heel klein, maar het is echt gevaar. Terwijl iedereen zich zorgen maakt over een planeetsamenstand waar we, ik zou zeggen, van kunnen genieten en naar kunnen kijken als er iets van te zien zou zijn, maar verder niet van wakker hoeven te liggen. Yeah.
maar dan nog iets anders. Waar mensen zich tegenwoordig ook wel bezorgd over maken. De zwarte gaten. Ja, ik noemde die inslag van een komeet of een planetoïde is één voorbeeld. Er zijn tal van andere dingen. Zwarte gaten zijn er in het heelal. Ze zijn ontdekt, gelukkig op veilige afstand. We hoeven daar niet bang voor te zijn. Maar stel, je weet het niet, dat er een zwart gat ook een rare baan door het heelal beschrijft en in de richting van de aarde en de zon beweegt. Ja, als dat gebeurt, dan is het natuurlijk afgelopen met de aarde. Nogmaals, niet bang worden, want die kans is miniem en ontzettend klein. Het heelal is heel erg groot. Het is net als dat je een paaltje midden in de Sahara zet en je zet een miertje aan de rand van de Sahara in een bepaalde richting. Nou, hoe groot is de kans dat die precies tegen het paaltje loopt? Dus die kansen zijn heel klein, maar het zijn allemaal dingen die kunnen gebeuren. Een ster in de buurt van de zon kan exploderen. Zoveel straling veroorzaken, gevaarlijke straling, dat het leven op aarde daar aan te lijden heeft. Zo zijn er tal van reële gevaren. En die dingen zijn in het verleden gebeurd. Het leven op aarde heeft daaronder geleden. Er zijn van die massa-uitstervingen geweest. En het is eigenlijk zo goed als zeker dat dat in de toekomst best wel weer een keer zal gaan gebeuren. Waarschijnlijk niet deze eeuw, die kans is heel klein. Misschien niet dit millennium, maar binnen een miljoen, 10 miljoen jaar zal het ongetwijfeld weer een keer plaatsvinden. Wat wij nu weten van het heelal, wij weten natuurlijk al veel meer dan de Grieken. Hun beeld was heel beperkt. Hè? Maar we weten ook al veel meer dan Copernicus, die overigens als een van de eerste wetenschappelijke, zou je het eigenlijk ook kunnen noemen, hè? Astronomen. Ja, Copernicus was eigenlijk de eerste in de 16e eeuw die zei, jongens, de aarde vormt niet het middelpunt van het heelal, maar de zon staat in het midden. En hij had nog wel een vrij klassiek beeld daarover, hoor. Hij wist nog niet precies wat planeten waren. Hij had geen flauw idee over hoe de sterren in het heelal verdeeld waren. Maar eigenlijk zette hij wel een nieuw begin met het idee dat de aarde niet het centrum was. Nou, vanuit zijn erfenis, zeg maar, zijn andere astronomen verder gegaan. Dan heb je grote namen als Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton. Allemaal mensen die onze kennis over het heelal verbreed en verdiept hebben. En we kijken er nu natuurlijk op een heel andere manier naar dan de Grieken en de Babyloniërs en de Egyptenaren. Die waren meer bezig met, ja, hoe ziet dat er vanaf de aarde uit? Ze geloofden in een directe invloed van de hemellichamen op hun leven. En dat bepaalde hun belangstelling. De Babyloniërs hadden bijvoorbeeld helemaal geen flauwe notie, maar ook geen interesse in wat planeten nou echt waren. Die waren alleen maar gefixeerd op de omlooptijden en de periodiciteit erin. En ik denk dat wat dat betreft, vind ik het altijd een beetje arrogant om te zeggen, we weten veel meer, dat is misschien ook wel waar, maar we zijn op een heel andere manier met die informatie bezig. De andere culturen, die wisten erg veel. Veel van die kennis is vast ook wel verloren gegaan, maar ze keken er op een totaal andere manier naar. En dat was een manier die je niet veel verder bracht om te begrijpen waar je nou eigenlijk naar keek. En dat is de manier die wij de laatste paar eeuwen hebben toegepast. Kun je zeggen dat wij in het nieuwe millennium, dat wij toch al een stuk verder kunnen kijken dan onze neus als mens lang is, om het zo maar te zeggen. Maar dat wij ook nog maar op onze manier toch nog maar een fractie van het hele heelal begrijpen en kunnen observeren. Nou, ik denk dat dat een ding is wat zeker is. Je moet het zo zien, naarmate je meer van iets weet, groeit je hoeveelheid kennis. Er zijn wel eens mensen geweest die hebben dat vergeleken met een ballon die wordt opgeblazen. Dus de inhoud van de ballon is alles wat je kent. Dat wordt steeds groter als je meer weet. Daarbuiten ligt het onbekende. Nou, de vraagstukken die spelen zich af op de grens tussen het bekende en het onbekende. Maar als die ballon groter wordt, wordt dat grensvlak ook steeds groter. Dus hoe meer je weet, hoe meer onbekends je tegenkomt, hoe meer vraagstukken. En dat maakt voor mij wetenschap zo boeiend. We weten inderdaad natuurlijk ook maar een fractie. En net zoals wij nu terugkijken op de mensen 2000 jaar geleden, of 400 jaar geleden, in de tijd van Kepler en Galilei, en we denken van, goh, wat zijn wij een eind gekomen die 400 jaar? Nou, ik denk dat als we in een tijdmachine konden stappen en 400 jaar in de toekomst reizen, dat men een heel ander idee heeft over onze kennis nu op begin van de 21ste eeuw. En dat er ook waarschijnlijk gezegd wordt, ach, ze begonnen nog maar net. Ze hadden veel foute ideeën. In een paar gedeelten zaten ze in de goede richting. Wat was het allemaal primitief. Dank u wel. Ja.